Hallo allemaal. Op mijn blog heb ik dit melkpakje staan. En dan leek het mij zo leuk om in een filmpje te vertellen hoe dit gemaakt is. En dan straks ook nog te laten zien hoe deze bloemetjes die erop zitten gemaakt worden. Het patroon van zo'n melkpakje is online vrij makkelijk te vinden. Het is al op verschillende blogs langsgekomen, dus dat moet niet zo'n probleem zijn. Het is gemaakt, in dit geval, van kaartstok, waarover ik dit scrappenpapiertje van deze dies heb geplakt. Dat is een heel leuk vintage aandoens papiertje met allemaal teksten erop die met muziek te maken hebben. Voordat het in elkaar geplakt wordt, zou je er een venstertje uit kunnen halen. Ik heb dat gedaan met een cirkelsnijder. Daarna een stukje mica erachter geplakt, waardoor je de inhoud van het pakje kunt zien. In dit geval zijn dat zoute gedeelten. Dat vond ik qua kleur zo mooi bij het papier passen. Maar het is toch wel leuk ook om dit als bedankje aan iemand cadeau te geven. Verder zit er een heel klein stempeltje op van Magnolia. Het is zo'n mini stempeltje. Ik weet niet of die ook in een winkel of online te bestellen zijn. Ik heb hem zelf gekocht tijdens een beurs bij de Magnolia kraam. Mocht er iemand zijn die wel weet of deze stempeltjes in een winkel te koop zijn, dan zou het leuk zijn als je dat in een commentaar even laat weten. Er zitten verder nog wat takjes op die gepond zijn met een Martha Stewart pons. De sluiting gaat met een kanten strikje. Daarvoor heb ik gaatjes met de krokodil gemaakt. En dan het lint er doorheen geregen en aan de voorkant een strikje gemaakt. Dan zou ik het nu leuk vinden om te laten zien hoe deze bloemen gemaakt zijn. Er zitten er twee op. En zoals je kunt zien is dit een bloem die uit vier verschillende laagjes bestaat. En de tweede, die is iets kleiner, die bestaat uit drie verschillende laagjes. En nou is het zo leuk dat er stansen op de markt zijn die bloemen uitstansen in verschillende maten. Onder andere van Crealis bestaat er zo'n stans. Of nou, eigenlijk bestaan er een heleboel stansen, maar dit is degene die ik heb. Dat is de nummer 5. Ik geloof dat er inmiddels wel 12 verschillende van die stansen zijn. Maar deze heb ik gebruikt voor deze bloemetjes. Het leuke is dat je in één keer vier verschillende maten uitponst. Dan krijg je eigenlijk, wanneer je er verder niks mee doet, deze bloem. Ook al heel mooi, door die verschillende laagjes die erom staan. En dan heb ik ze opgestapeld met verspringende blaadjes en dan krijg je dit effect. Wat ook leuk is, dat is om ze niet te laten verspringen. Dan ziet het er zo uit. Gewoon een heel mooi effect, al die verschillende laagjes. Maar wat ik gedaan heb voor deze bloemen, eigenlijk hetzelfde als met de Vintage Rose. Je stanst de bloemetjes uit. Daarna maak je ze nat met een beetje water. Laat het weer een klein beetje opdrogen. Stop er een breidje doorheen. En voordat het helemaal droog is, ga je dan de bloem vormen. Ik ben hier al begonnen om het met de kleinste bloemetjes even van tevoren te doen. Met die grotere blaadjes kan ik het beter laten zien. Wat je doet is, je pakt het puntje van de bloembeet en je houdt het met je andere hand een beetje tegen. En dan
draai je de puntjes rond. En dat geeft een heel leuk dimensionaal effect. En zo doe je alle bloemetjes gewoon tussen je vingers pakken en een beetje ronddraaien. Volgende ook. Met deze duim hou ik het blaadje een beetje tegen, anders kan het scheuren. En het puntje draai ik gewoon een paar keer rond. En zo werk je het hele bloemetje af. En dan ziet het er zo uit. Dan vind ik het zelf altijd heel erg leuk om de bloem nog wat kleur te geven. Dan krijg je van die mooie tinten in je bloem. Het is op verschillende manieren te doen. Ik vind het leuk om even te laten zien hoe dat gaat wanneer je klimmermist gebruikt. Vind ik het fijn om er even een gewoon kartonnen doosje onder te doen. Je stopt dan de bloem erin. Je neemt je klimmermist. In dit geval is dat de kleur marshmallow. Een beetje schudden altijd om de mica poeder die vaak onderin zich verzamelt door de vloeistof te mengen. En dan gemiddeld brengen. Spray je het op het bloemetje. Kijk of de camera oppikt wat een mooi effect dat geeft. Je ziet dan van die mooie fonkelende deeltjes die ook nog zo'n parlemoer glansje hebben. Wat ook mogelijk is, is om de bloem, wanneer je zo'n Copic Airbrush systeem hebt, om daar wat kleurnuances mee aan te brengen. En heb je nu geen Copics en geen Airbrush systeem, dan is het altijd mogelijk om met gewoon wat waterverf uit zo'n doosje een beetje met een penseel kleur aan te brengen. Zoals ik bij deze heb gedaan. Je zou het ook nog met je Derwent potloden kunnen doen. Gewoon hier en daar wat streepjes zetten. En dan met de doezelaar met terpentine de kleur een beetje vervagen. Je krijgt zo'n mooi natuurlijk effect wanneer je dat doet. Wat ik nog vergeten ben te zeggen, is dat ik bij deze bloem, bij de grote, van dezelfde stand nog een keer de grote groene heb gebruikt. En daarmee op dezelfde manier de puntjes eraan gedraaid heb. Dus je maakt het nat en je draait de puntjes weer een paar keer rond, zodat je deze vorm krijgt. En bij dat kleine bloemetje, die uit drie laagjes bestaat, daar heb ik alleen deze, die en die voor gebruikt. Daar zit nog een keer een wat kleinere bloem onder. Nou, dat is eigenlijk wat ik over dit melkpakje wilde vertellen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en er wat mee kunnen doen. Dat jullie er wat aan gehad hebben.